Oh, wacht. Komt die Bonto? Oh, dat is een Rex. Een Rex, een Rex, een Rex, een Rex. Pak je kip. Wat? Wow, ik kan je dan afschieten. Die... Wat? Oh, nou kan ik er niet meer op. En niet? Jij hebt mijn intro verpest. Ik wil een coole intro doen. Nou? Release. Ik kan er niet op. Zit ik nog vast? Nee, toch? Nee. Ik zit niet meer vast. Oh, wat? Ik kan er niet meer op. Ah. Dat is zo weird. Wat? Man. Maar yo. What up, Jake Paulers? Hey. Rudy Menterers. Ik zit vast. Jo speelt Spellerers. Hoe kom ik hier uit, Rudy? Ja, dat was niet de bedoeling. Zeg maar, dat gat was alleen voor mensen. Niet voor... Oh, kun je daar erin? Oh man, je bent net één dag in mijn base en je verpest het nu al. Ja, sorry. Ik had ga weg, hij komt nooit meer terug. Ik zoek je in aflevering 6 wel weer een keer. Bye. Yo, die heb ik net gevonden. Oh ja. Zou er in deze waterval een geheime gang zijn? Ik weet niet. Het is niet echt veel verstroming. Ah, I fell down. I don't see any secret gang, man. Helaas. Hey, maar Rudy, ik heb second thoughts over onze tribe naam. Hoezo dat? Ik vind de... Wat is er mis met... Ik vind de Ragnarokjes, vind ik toch een beetje... Ja, het moet wat stoerder. Waarom? Het is... Wauw, ik zie een vis hier helemaal vliegen. Maar waarom? Het is zo'n stoere naam. Nee. Oké, ik weet al wat je wilt. Hij vliegt het water uit. Dat ding is ongeveer 2 keer zo groot als jij. Dat ding is dood. Hij is dood. Maar hoe dan? Hij was te lang boven water, he died. Dat moment wanneer vliegvissen doodgaan, de vuurstof. What about the Grifoen gliders? Ja, ik zat te denken aan de ruige Ragnarokjes, maar you don't like that? De ruige Ragnarokjes? Ja, je vond Ragnarokjes voor je niet ruig genoeg, dus. What about Ruignarok? What about zuig... Nee, laat maar. Ik vind Ragnarok wel cool. Of de Griffin... Gryffindor. Ha! Rudy, even een probleem. Oh, nee. Je hebt toch niet de Oh, heb je een beverdam geloot? Ik heb van de menkers gestolen. Die bevers die haten mij al, Joost. Waarom doe je dit? Ik heb al een heel slecht verband. I stole from ruins. Oh, oeps. Maar ik heb al heel slecht contact met de boze bevers. Kijk hoeveel te zijn. Maar die breken mijn beest zo hard. Oké, Rudy. I have a plan, oké? Wat is... Oh, ja. Blablab. Doe het. En nou omdraaien. Nee, nog niet. Vallen ze? Nee. Wacht. Ja. You did it. Oh, they're still alive, though. Maar niet uit. Er is een Carno hier, Rudy. De bevers zijn erger dan de Carno, geloof mij. Ik heb ervaring. Let's go for beaver. Of gewoon kindvriendelijk. De busty beavers. De ruige kindvriendelijkers. Nou, dat klinkt een family beetje... Family friendly. Family friendly. De Griffin family. De Griffin family, laten we het doen. De Griffin family friendly Griffin. Oké, maar hoe schrijf je Griffin? I don't know. Is het in het Nederlands niet G-R-I-F-F-I-N? Gewoon? Is het niet gewoon Griffioen? Ja, oh, is het Engels dan Griffin? Ik dacht al dat G-R-I, Griekse eiland, P-H-O-N was. Let me Google, one second. Volgens mij zijn er echt 1200 Griffin namen. Peter Griffin. Ja. Yeah. What do you want to do? You want to break down the base? Ik weet niet, het is denk ik slim dat we op een andere plek gaan wonen waar we zeg maar moet zoveel kunnen bouwen. We hebben al een plekje gevonden. Oh ja. Ja, we hebben al een plek gevonden, die van de vorige aflevering. Tenminste, dat lijkt mij een goede plek. Maar joh, en ja, dat is wel handig dat we hier denk ik de muur grotendeels... Ah nee, shit, dat is niet handig, want we hebben weinig weight. Laten we alles kapot maken. Hadden we Laten maar we een bever stemmen. Om van te houden. We kunnen wel een bever temmen. Je hebt ze net allemaal de afgrond ingegooid. Hoe, hou dan? We zoeken een nieuwe. Maar wat handiger is denk ik eerst een trike, zodat we narco berries kunnen, want zeg maar al mijn tranks zijn op. Al mijn tranks. Oké, dus plan van aanpak. We temmen een trike. Een trike? Dan fixen we geen meer narcotics. Zullen we geen leuke parfum trike temmen? Nou, het ding is, we hoeven niet per se een trike, maar we moeten iets hebben wat veel bestjes kan verzamelen. Oké. Alleen een trike is goed te doen met een slingshot bijvoorbeeld. En ik heb nul tranks. Oké, ja, goeie. Ik ga wel eventjes een slingshot maken dan. Tenzij we dus allemaal bestjes gaan plukken met de hand. Bijvoorbeeld trank arrows. Want ik heb wel veel sport meat. Kunnen we op zich wel even wat in trank arrows maken. En dan een trike temmen. En dan nog meer trank arrows maken. En dan een bever temmen. Dat kan denk ik wel. Alleen, is dat een goed plan? Alleen het nadeel van bevers is dat ze wegrennen. Dus terwijl één iemand hem afleidt, moet de ander even een muurtje eromheen bouwen ofzo. Nee, je hoekt gewoon zijn kont en dan schiet je gewoon terwijl je achter hem aan wordt getrokken. Ja, dat kunnen we ook doen, maar ja. Misschien kunnen we deze beest gaan gebruiken als taming pet. Nee, dat is te ver weg, denk ik. Kunnen we hem niet gewoon in dat stukje, die bin die je hier gebouwd hebt, kunnen we daar gewoon in inlokken? Ja, maar dan moeten we even een rem erop maken, denk ik, en iets hoger. Hoeveel zit je op narco's? Ik heb er al 60. Ik heb 63, dus... We getting there. Kijk, het was 6 narco per narcotic.
6 berries. Ja. Dus dat zou betekenen dat we de ene narcotic hebben en dan moeten we pijlen of fixen. Ik heb al stone arrows, dus dat is geen probleem. Ja, hoeveel hebben we nodig voor een bever? 30 pijlen. Doe iets. Oh, je wilt maar meteen voor de bever gaan? Nou ja, een bever kan ook bestjes verzamelen, right? Oh ja, oké, okay, sure. Laten we dan maar gewoon meteen voor de bever gaan. Maar laten we dan wel meteen genoeg trank arrows maken voor het geval dat we straks zonder komen te zitten. Ja, dat is sowieso handig en dat we allebei wat hebben. Ik heb wel een extra crossbow, ja, dus die kan ik aan jou gunnen. Ik slingshot wel, dan mag jij gewoon schieten. Oh nee, maar ik heb 2 crossbows, dus it's okay. Oh, oké. Yo, maar ik heb dan wel een idee. We moeten eerst even de trap natuurlijk in orde maken. De trap. Laten wij 1 doorframe doen en even wat ramps en wat walls nog. Dus ik ga even die blueprints pakken voor de... Ik heb de blueprints, ik ga even voor een doorframepie die ik niet kan vinden. Oh, hier zie ik. Maak er meteen 2. Ik maak 20 narcotics. Oh, lekker man. Requires nearby foundation support. S plus, man. Gewoon S plus boef, man. Oh, maar dit is al een S plus boeten ramp. That moment when you break S plus. Shit, man. Ark, fix your mods. I need to bitch about the ark. What are you ready for this? I'm gonna go. Oh, ik kom mee doen. Vaarwel. Nee, wacht. Bye, cool. Nee. Hey, wat? Nee. Why can't he be a friend? Oké, okay, let op. Pah. Oh, weet dat je die raakt. Dat was mis. Shit, oké, okay, maar ik heb hier in ieder geval 1 ramp. Zou dit genoeg zijn voor de bever? Als we het heel precies doen, moet dat wel lukken, toch? Denk het wel. Get over here in the cage. The cage, doe Niklas. I'm getting over here to Nicolas Cage. Bada. Komt die, Rudy. Ja, heb je hem? Ja, niet als je... Oh, ja. Get out. Oh, de chicken. De Jake Paulers. Oh, man. Haal Jake eruit. Jakey Paulers. Inventory Please. Too heavy. Jij moet het doen. Save the Jake Paulers. Oh. Hij is free. Weet je wat wel stom is? Nou. We hebben narcotics gemaakt, maar geen drink arrows. We hebben narcotics gemaakt, maar geen drink arrows. Maak de drink arrows, Rudy. Jij hebt de engram. I'm on my way, man. Nee, ik heb de engram niet. Het is allemaal gereset. Maar hij eet langzamerhand de Oh, hij gaat naar een ander huisje nu. Ah, hij is gestopt. Hij is passive. Oh, mooi. Oké. Ik heb de drink arrows weer geleerd. En ik kan schieten terwijl ik maak. Rudy, waarom doet hij zoveel damage ineens? Grapple out of there. Oké, hij staat perfect. Oké, nice. Yo, ik drop jou een crossbow. Oh ja, geef me. Gimme. Daar. Yeah. Dan moet je nog even wachten op de arrows. Nee, ik geef je wel vast. Grab these arrows. These nuts. These arrows. Oké, pak die andere deur bij de Jake Paulers en dan gaan we schieten. Ik sta bij de Jake Paulers. Je had smending base, toch? Ja. Oké, hij is level 60. Dat is wel een decent level. 400 of zo heb ik. Oké, mooi. Volgens mij kost zo'n saddle best wel smending base. Oh ja. Heb je al een smithy gemaakt? Oh! He's pissed. Ja, ik heb een smithy. Wow, die range. What the fuck? Yep. Bever be mad. See? Oh, yeah, we got him. Hey. Yeah. Hey. Wat vreet die ogen weer? Terra bird saddle. Bestjes, toch? I don't know. Ah, dat is jammer. Bestjes tamen. Ik heb heel veel bestjes erin gedaan. Ze duren alleen zo lang. Ja, zijn consciousness dropt wel hard, though. Goed dat we narcotics aan hem maken. En heel veel ook. Of heb je ze allemaal opgemaakt? Nee. Ik heb zelf nog bijgemaakt, maar... Ja, we moeten er wel even heel zuinig mee omgaan. Nou weet ik dat hier dus ergens gewoon wortels groeien en shit. Oh ja, echt? In de buurt ook? Dat weet ik niet. Maar er groeien hier wel gewoon wortels en citronels. Maar volgens mij is dat vooral in de Highlands. Laten we wortels in zijn kont stoppen. Het is wel ver weg, though. Zal ik even kijken? Ja, is goed. Maar het is daar wel gevaarlijk, dus be careful. Ik zie een beer. Dude, we moeten een beer... Oh, hij heeft 12% met 1 hap. It's okay. Oh, dat is oké. Okay. Dit Ragnarok doet me trouwens wel een beetje denken aan... Lord of the Rings, Harry Potter, wat? Aan Canada. Canada. Ik zie beren, watervallen. Bevers. Maple syrup. Het voelt wel als... Oh. Als Kennedy. How about that? About. Trouwens, een beerthema is ook best wel dik. Ik vind hier een carno. Dat is ook wel chill, maar dat is geen wortel, zeg maar. Gewoon net niet. Nee, ik snap het. Hij lijkt wel op een wortel, maar net niet. Nog een beer. Oh, wow. Hoe heet die dingen? Giant beer. Castro. Castroy? Castroysje. Oh, ja. Castroids. Nog een beer. Wauw, is dat de masterbeer? Haha, fuck joke. Laten we eens even kijken. Hier zijn we dan. En dan gaan we naar de sales. En dan 140 CP nodig. 100 metal ingot. Oeh. Dat is expensive. Gewoon goed te doen. Ja, maar ik heb wel... Oh, let's go on. 21. En 98 metal ingots. Ey. En smelting paste. Yo, ik kan een zadel maken in principe. Oh, heb je wel genoeg metal? Ja, hij heeft wel 2 hapjes genomen. Ik heb al 2 narcotics gebruikt. Nog meer reden waarom dit Canada is. Oh, Canada. Ja? Mountains. Ik ben in een verdord landschap.
Over door landschap. 36% team. Ben bij het kasteel. Oh, helemaal daar. Pas op voor Golbat, een Zubat, een spinnenrek. Ja, hij vindt me niet meer interessant. De beer is daar in het water. En men is hij wel dichtbij. Hij loopt daar rond. Ja, maar ik kwam dus op de terugweg. Oh, Canada. Hier. Zinkentje. Oh, fuck. Rudy, hier is ook een beer. Hier, let ook hier. Oh, daar ook? Wat level is die dan? Want deze is 15. Deze is made boosted en 50. Oeh. Zie je nou te schieten in hem? Ja, hij bijt naar me. Wat moet ik dan doen? Moet ik terugblaffen? Ja, maar ga je hem killen of ga je hem drinken? Ik ben hem aan het killen. Dat is het leuke, niet aanvallen. Vliegt rond. Hij is maar level 15. I can do this. Wat wil je met een level 15 beer? Spelen. Ah, damn it, de warme arrows. Hij wil niet knock-out gaan, man. Nee. Maar hij is maar level 15, wat is dit voor een grap? Een grap, het is een beer. Oh. Wat hoor ik? De baby! Oh. Be back! He came for vengeance, he eating our... Rudy, hij is onze... Ja, I know, ik leid hem wel af. Knuppel hem dood! Pak al je Jake Paul als glory! Ik ben aan het lokken. Ah, hij bijt me! Ik heb trouwens nog steeds 16 trunk arrows, was ik helemaal vergeten ook zo kan. Oh, zal ik hem nog doortremmen, of? Nee, ik denk dat hij... Nogal dood moet nu. Alhoewel, we zitten wel echt op het punt dat we het kunnen, maar ik denk dat zijn narco-dik is gezakt. Zijn dik is ja. Grapple hem! Grapple hem! Damn it, ik mis alles. Je moet hem grappelen. Grapple hem, ik zit hem in zijn kont. Pak hem, laat hem niet van de berg af... Joost! I'm alive! Wat? Maar daar draait hij om, dan ben je fucked. Gebruik je grapple gun, daar zijn alle boze bevers. Hij is down. No way. Hij is down. Hij is al bijna dood, maar hij is down. Heb je... Heb je vlees? Ja. Oh, gratis bier! Zit in de terrorbird. Oh, hey, ik heb 52 meter in, Dat is een leuke lift dit. Oh. Hey, blijf nou daar, jij moet op de beer letten. Ja, maar de bever is bijna klaar. Hij zit op 84, ja, nog twee. Ah, net twee hapjes. Ik weet niet waarom we een beer willen temmen, maar hey, extra weight. Fiber, besjes, extra weight en damage, I guess. En het is wel gewoon cool. God! Hey! Ja, is vet, hè? Tun tun tun! Putun! Tun! Putun! 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 Die is cool! Die is nieuw! Ah shit, laat maar, ik heb het zadel niet meegenomen. Tun tun tun! Tun tun tun! Deze gun is de shit. Ik kan gewoon even mijn huis in grappelen. Zo makkelijk. Dit is de beste uitvinding ooit. Hey, ben ik weer. Maar yo, kijk, dit. Oeh! Boom, shakalakke. Tun tun tun! Tun 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 pun! Bladda tun 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 tun! Hey, kreeg hij narco's? Oeh, 17 al. Nu kunnen we eindelijk focussen op alle narcodicks. Oh, narcodicks. I want so many narcodicks inside me. What? Inside me, inventory. Oh, oké. Gaan we nog op de beer letten, of? I guess. Ja, nee, dat is wel handig op zich. Yo, jij gaat maar lekker die narco shit doen. Ik ga wel even... Oh, vallen. Ja, maar ga je maar de beer letten. Ik level deze denk ik voornamelijk cool. In... Weet. Ja, dat is denk ik wel handig. Hoeveel, hoeveel HP heeft hij? Stamina. 2000 HP, 400 stamina, 300 weight. Dude, de beer is op 54%. Even het overlevingslijstje. Wij gaan dan dus even die berries fixen, denk ik, voor extra tranks. Ja. Of narcotics. Ja. Dat is sowieso een must. En dan gaan we meteen met de beer focussen op hout en zo voor een wall al potentieel. Voor de nieuwe base, ja. Ja, en ik denk dat we beter even klein kunnen beginnen daar een bed dan neer kunnen zetten. Zodat we een bed kwijt kunnen eigenlijk. Dat is slim, want die hebben alleen maar slaapzak, zag ik. Ja. Nou, ik heb wel een bed, als het goed is, maar ja, you know. Dan kunnen we daar in ieder geval spannen. Dim. En dan vanuit daar kunnen we dan meteen alleen maar werken aan een wal. Ja. Prima. Doen we dat? Awesome. En dan kunnen we een mooie verdediging opzetten met wachttorens. En dan kunnen we vanuit de wachttorens T-Rexen neerschieten. Help, ik zit in Paracer Anus. Joost. Ja, buk poepti. Get my head out of the anus! Kiedel onder zijn billen. En maar dan stampt hij de beer dood. Ik ben bang, ik ga dat niet doen. Nope. Ik probeer wel gewoon te jiggelen zonder dat ik zeg bij een aanraking kom met zijn. Met zijn poepet. Man, je moet toch af en toe eventjes een sniffje doen? Nee, nope. Niet? Nee. Oké, Rudy, look in the sky. Ik zie niks, ik zie alleen maar een bil na. Oh, ik zie wel licht. Follow the light. Ik kan niet. It will guide you to my sneezes. Wauw, ik ben hem aan het craften. Hell yeah. You got the beaver? I got all the... Wat, beaver? Beer, haha. Ja, wat? Nee, dat is een term.
Hij past niet, Rudy. Hoe kan dat? En waarom How? Past hij niet? How can that? Ik wilde hem er gewoon in doen. Ik zag hem meteen verdwijnen toen, toen ik hem in de inventory deed. Mooi, man. Ik was een gretig joch. Gretige Hollander. Oké, hier heb je hem terug. Seikert. Jij. Oké, hier. Pak dit zadel. Oh, maar. Ik doe hem erop. Ik doe hem erop, Rudy. Wat? Dat werkt niet. Ik doe hem er wel gewoon op. Hier, boom. Bla- oh. Hey, jij wilde weer de beerglorie stelen. Jongen, dit is mijn beerglorie. Hier, got him. Okay. Ga maar glorieus doen met je beer. Hoe noemen we deze dan? Ik heb een idee. Logangster? Logangster. Logangster. Oh, Logangster. Yo, ik ben klaar. Nee. Hele kleiner. Nee, maar dat klopt niet. We hebben niet een Jake Pauler. Oh, nee, we hebben de Jake Pauler, toch? Dat is deze. Ja, dat is gewoon Jake Paul. Oh, nee, dit is Jake Paul himself. Ja. Oh, ja, oké. Okay. Hang on, nee, I will fix. Dit wordt de Jake Pauler nu. Oké, dan hebben we de Jake Pauler, de Low Gangster en de Ila Kleiner. Yes. Alleen deze is Ila Kleiners. Ja, boeien. We hebben de beste namen. De Beauty Sisfist. De dames en derps. De bros. Wat? De rudimenteerders, jawel. Rudimenteerders. Oké. Okay. We gaan vandaag allemaal een dak teren. Welkom bij de rudimenteerders. Yay. Wat? Hoe dan? Oh, level je hem of wat? Yay. How do you even sit? Mark, check dit. Dat is level, hè. Check dit. Hij gaat met zijn staart staan. You can do it. What up? Wiggle op. Plants. Hé, ja, dan ben je bijna dood. Hé, maar dit vind ik wel een mooie vooruitgang. Zullen we snel even uit gaan proberen en zo? You mean killings? Yeah. Nou, we kunnen beter niks killen, want ze zijn niet heel sterk. Wat wil je doen dan? Farmen for days. What up? Unlimited narcotics. Maar meer, ik verzamel meer fiber dan bestjes, though. Ja, dat is op zich wel chillen, want fiber hebben we ook heel veel nodig. Ja, dit ding is echt een fiber farmer. Oh, hier loopt ze in zijn parfumerie. Ga in zijn parfum staan, kijk wat het doet. Nee, daar kijk ik dood. Ik ben net zo lekker bezig. We zijn eindelijk een beetje fatsoenlijk aan het survivalen, zeg maar. Ga je dood aan de parfum? Ik heb zo'n idee dat dan alles op afkomt, dus I wanna... Oh, het is een lure. Ja, yeah, die pheromones, zeg maar, dus... Oh, ja. Oh, wacht, komt die bronto? Oh, dat is een rex. Draai om. Ik heb het wel een keer onder water ervaren van zo'n ammonite. Als je die aanvalt, dan valt alles je aan in de omgeving. Dat is oh, echt real? Heel naar, ja. Yeah. Alright, ik heb in ieder geval heel veel hout, dus we kunnen nu best wel veel gaan craften. We moeten nice. Dus vooral gaan focussen op... hoe heet die dingen? Fence foundations en... Nou, eerst een bed, denk ik, hè. Je kon toch craften in de bever? Yeah, maar dan moet je een blueprint... alhoewel. Dan moet je smiddy dingen hebben. Waar zijn de smiddy dingen? Ja, nou, de smiddy dingen zitten erin als je ze leert. Alleen een wal, een wooden wal, is bijvoorbeeld geen... Geen smiddy ding. Nee. Dat is wel jammer. Dat vind ik ook wel jammer, ja. Ja, ik heb twee bedden gemaakt en dan moeten we vooral fence foundations en... Ja, we hebben ook normale foundations nodig, by the way. Maar eigenlijk kunnen we dan niet beter focussen op een klein stenen huisje van 2x2. Dus gewoon vier foundations. En dan houdt de muur eromheen. Ja, dan maken we dat even als spanplek, om het zo maar even te noemen, en dan doe jij die vier foundations? Ja, als je het hout in de beven kan doen. Ah ja, tuurlijk, ik heb alles. If only I had crafting speed. Nou vind ik het jammer dat ze veranderd hebben naar crafting skill. Dan kunnen we nu denk ik naar de locatie toe, met de Ila Kleiners en die beven wordt wel een beetje heel erg zwaar. Ja, je kan veel meer naar, kan nog meer naar de beer doen. Beven be strong. Ik drop gewoon de berries. Oké, dan kan het ook wel, denk ik. Kun je ook op zitten? Ze moeten me echt even een limiet geven van, yo, als je op zoveel zit, dan kan hij niet meer lopen. Nee, ik kan er sowieso niet op zitten. Nou, oké, laten we doen die op follow. Ik kan de hout er nog in stoppen, misschien nu. Ik pak gewoon al het hout op me. Oh, dan kan ik niet meer lopen. Ik pak gewoon bijna al het hout op me. Nee, dan kan ik denk ik niet op de terkip, denk ik. Hoeveel weight heeft deze? Een leveltje erbij. Yo, let's go. Ah, die cap, die kan niet. Oké, ik drop het hout gewoon, boeien. Yes, I'm good to go. Ja, baby is niet heel snel, maar it's doable. Oh, een carno. Die heb ik gewoon niet gezien. Joost. Wat? We gotta kill him. Bij alle drie tegelijk, zeg maar. Waarom? Omdat hij de bever aanvalt. Dit is best wel bad. We kunnen dit wel, met z'n drieën, als we gewoon samenwerken. Hij is 145, by the way. Ik kom eraan, Rudy. Rustig aan. You gotta be fast, man. I see the damage indicators. Oké. Ja, hij is bijna dood. Maar, Hi! Ja, jij doet wel veel damage. Ik ben komen rennen. Hey, bedankt voor de hulp, Joost. Ik kwam echt heel snel binnen rennen. Goddammit, helemaal voor niks teruggekomen. Dat is wel lief, though. Ik deed het voor jullie. Hiro, hier loopt een zebra. Maar hier is een kentrosaurus. Die ding is ook al zo wild. Oh, ik heb 11 levels, omdat ik jou zoveel moest helpen. Ja, maar yo, je moet ook levelen en je moet mij beschermen. Dat was jouw taak. Daarom zit ik op de kip en jij op de beer. I can see your name. La 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 la. Ja, oké.
Waar is de bever? De bever... Ah, oh, daar komt ie. Oh, ja. Oké, okay, bever, chunk, kawaii, kawaii, deze kom lekker hier. Ja. Ah, is er... Je kan... Dude, kijk die Archie-Orchie daarachter. Wat? Ja, ja. De hel. Ja, oké, okay, laten we gewoon heel snel de stone base hier proppen met het bed en zo. En dan gewoon, gewoon lekker overswitchen naar een andere aflevering. En maar zo. Je wilt hem wel hier bouwen op, bij dit waterstuk? Het water is wel chill, maar ik weet niet echt een... Wat is een goede plek? Een soort water in het midden hebben van de muur. Kom. Kijk, hier. Hier is het vlak. Oh, nee. Oh, S-plus kan het oppakken. En jij maar denken dat ik het verneukte. Rudy, ik heb mijn fate verloren in je. Waarom? Het ging omdat goed. Omdat je de bever en Jake Paul helemaal alleen hebt laten staan daardoor. Wat is dat? Relaxing at the pond. Wat? Wat? Is dat een drink? Ik heb dat bij mijn vuur. Staat relaxing at the pond. Bij je vuur? Rechts onder, zeg inderdaad, maar. Ik heb hem ook. Relaxing at the pond. Wat? Wat doet dit? I don't know. HP regen. I don't know. Wat? Ik ben verward. Ik zie het ook. Dit okay. Is weird, man. Yo, maar we zitten echt perfect volgens mij qua locatie. Mega centraal. Ja, echt zo. Ah, dit is een hot spring, Rudy. Oh ja. Kijk, het is warm water. Zie je, dat is zo cool, dude. Als we hier dadelijk HP regen en wat dan ook. Okay, als het goed is, zou dit voldoende moeten zijn. Dan moeten we daar ook meteen op een kast gaan focussen. Maar... Oh shit, 1 watt tekort. Mijn berekening was onjuist. Domme Rudy, ik had zelfs nog 14 gemaakt en pas van 13. Dammit. Oh, in ieder geval, we hebben een base met een bed. En it's all good in the neighborhood. Ja, okay, ja, je hebt alleen geen S-plus deur gemaakt, maar dat maakt niet uit. Nee, boeien. Ik kom wat... hebben we ergens stenen verstopt of zo? Een paar steentjes. God, we hebben hier een nieuwe base. En we zitten veilig, want het is van steen. En we hebben hier een lekkere relaxing at the pond event. Yay! Yay! Pond event. Zo wordt onze tribe genoemd. Pond event. Yes. Nou, anyway, dan gaan we nu verder op het kanaal van Joost. Yay! Ik vind dat we wel productief bezig zijn geweest. We hebben progressie geboekt en getemd. Yeah, we hebben progressie getemd. Lekker pack! Hey, yo, check zeker Joost's kanaal voor het vervolg van de Ark Ragnarok serie. Hij zwaait als een blije tankerbouter. Hey, later. Speta! Speta! Nee, stop met Speta. Waarom? We gaan 2018 gaat Speta-loos worden. No! Het gaat richting de Peter, en dan later Eter, en dan later Ter. Ter! Echt.